Net toen had ik een afspraak met Badria. En ik ga namelijk vanaf vrijdag ga ik lesgeven. Dansles geven aan kinderen. Toen moest ik soort van voordoen wat ik vrijdag ga doen, want dan is de eerste les. Maar ik merkte wel dat ze niet echt blij was, niet echt tevreden van over wat ik deed. Het was heel apart om in het complot te zitten, omdat ik moest het natuurlijk geheim houden voor Alexandra. Ik moest haar hier naartoe lokken, naar het verzorgingstehuis. En daarnaast er ook in de maling te nemen, want ik was best wel gemeen. Maar is dit alles? Is dit alles? Dan? En toen moest ik allemaal rare dingen doen, van de kikkersprong of zo. En toen moest ik heel vaak mijn dansje herhalen. En dus ja, ik voelde een beetje zo van dat ze niet blij was, niet tevreden over wat ik deed. Op een gegeven moment toen waren we met haar aan het praten en toen kreeg ik een oortje. En daardoor hoorde ik de stem van Tim en hij zei van ja, hoe voel ik me? En toen kwam die naar ons en toen kreeg ik een poster waarop stond dat ik finalist ben van Junior Dance. Dus ja, en ja, dat was wel even schrikken. Ik had net niet echt in de gaten dat er iets raars was. Het was meer, ik merkte het niet. Pas toen ik het oortje kreeg, toen had ik het wel door. Mijn ouders die wisten het ook, die wisten het, dat kreeg ik net te horen. En ja, ik heb echt niks gemerkt dat zij het wisten of zo. Nee, ik had echt niet in de gaten dat zij het wisten. Ik hoopte natuurlijk wel dat ik door zou gaan, maar het was de andere concurrenten die zijn echt ook heel goed. Dus ik hoopte er gewoon op dat ik door zou gaan. Vanavond, ik weet niet of we het echt gaan vieren, misschien ja, sowieso wel met mijn ouders erover hebben en ja, misschien wel vieren. Maar als ik het tegen mijn vrienden en vriendinnen vertel, dan denk ik wel dat het echt een feestje wordt tussen ons. Wil je meer over ons weten? Neem dan een kijkje op onze finalistenpagina's.